Hallo lieve vissen, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 19, 8 tot en met 14 mei. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve vissen, wat is jullie hoofdthema voor deze week? Let vooral op tekens, maar ook durf je open te stellen. Ik heb het gevoel dat je soms toch geneigd bent om het deurtje dicht te willen doen, terwijl het juist belangrijk is om hem open te schuiven. We gaan even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve vissen. Wat kunnen de vissen deze week verwachten? Ja, wat ik dan vooral zie is dat je eigenlijk terugblikt. Maar ook dat je eigenlijk weer vooruit kijkt. Dus je bent heel erg bezig met het kijken naar. Wat voor successen heb ik gehad? Wat voor successen krijg ik nog? Hoe wil ik dit? Hoe wil ik dat? Daarnaast merk ik ook dat het belangrijk is om op je eigen kracht te komen. Dus neem vooral ook je eigen tijd ervoor. En kijk uit dat je niet jezelf gaat verblinden met ik mag dit niet zien of ik mag dat niet zien. Want zet jezelf open, want het is belangrijk om dingen in te kunnen zien. Besluiteloosheid houdt je vooral deze week een beetje tegen. Dus het kan zijn dat je even gevangen voelt in situaties of in bepaalde emoties. Maar uiteindelijk kom je daar doorheen en ga je weer volop op de optimistische kant. Ik zie vooral dat daar dan veranderingen komen, waardoor je dus eigenlijk ineens weer helemaal over situaties anders denkt. We gaan even kijken naar een mooie boodschap voor jou. Ja, houd je niet in, maar durf vooral te kijken. Durf de inzichten in te zien en de waarheden. Lieve vissen, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik wens jullie verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kom gezellig naar een leuke workshop. 23 mei is de workshop tekeningen lezen. 30 mei de orakelkaartencursus. En 3 juni zit ik op de spirituele beurs in Dronten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.